man vandaag. Ja. Daarmee bedoel ik 10 spelers en 2 goalies. Ja. Niet veel. Je bent flink aan de bakken. Moeilijke wedstrijd. Helemaal een uitwedstrijd. Dus James voor Leuven zie ik. Ja. En we zijn los. De eerste tegenop is Zoetemeer. Eerst de icing ook al bijna, maar toch. Ja. Goed, net die binnen houden daar vandaag. Dus ook al Leuven het vak in. Nieuwe eerste defense lijkt van de Panthers, maar eerst BENE stond dat nu Martijn. Ja, daar moet Toby samen met Martijn weer eens proberen een move op te maken. Ja, dat is goed. En we zitten goed erin, moet ik zeggen. Nummer 13. Gregor James. Volgens mij kreeg hij de paas als het woordje. Als het woordje is. Het leek op nummer 7, ja. Eric James. Voor degene die het interessant vinden. Op dit moment speelt Den Haag tegen Herentals in de Uithof. En dan staat het nu 3-2 voor Den Haag. En hier dus nog steeds de 1-1 stand. Niet meer de 2 minuten, maar hier toch wel een goede kans voor Leuven. Van Robin achterin. En ja, de straf gaat gelijk af. Nummer 7 op assist van 14. Nee, niet de boertjes. De assistje van de Alec. Ik ben niet voor gegaan, maar zelf in de juiste positie kan rijden. Oeh! Ja, dat is een beetje hit. Helaas niet het nummer van Leuven, maar in ieder geval de nummer 13, Thomas Borgman, die hier een straf gaat krijgen. Ja. Nummer 13 van Leuven, Gregor James, die van de gebroeders James. Opstaan. Ja. Die weer de put opgepakt. Ja. Michael Rijswijk. Niet tegen zijn tijd. Dus tegen de trekker van Leuven aan. En daardoor kunnen zij hem afmaken. Toch wel een vervelende fout. Een onnodige fout achterin. Ja. Te veel tijd. Nummer 7. Alec James die goaltje maakt. Heel veel de gebroeders. Zorg dat ze die aansluiting niet treffen. Dat gaat maar nog een keer de replay. Maakt het hem mooi af. Een beetje de miscommunicatie tussen Joy en Ferg. Maar de puck komt weer bij Attila terecht. Maar je wordt ook van de puck afgezet. Nu is het Leuven. Die van Leuven. Een hele mooie save van Tommy Slap. Gevaarlijke kans van Leuven. Weer een kans weer. En een goal. Yo, give me some. Nummer 13 dit keer. Gregor James. Het is wel de broeders James die... De Jamesavond. De goed, echt goed weten te scoren hier in Zoetemeer vanavond. Maar zo is het toch als Zoetemeer die tegen de achterstand aangeeft. Hier nog eventjes de replay van de goal. 7 is weer 13. Ja, we horen hier van ja. Nummer 14 met een kantje. Boarding ingeduwd door Robin. Oeh, daar is ook nog een goal. Dat is wederom. Nummer 7, weer Alec James. Die is toch wel heel snel naar de 4e. Dan ga je nog wel 3 minuten spelen. Dan ga je niet echt lekker vinden. Ja, tot de aardig vrij. Oh.
kan wel voor gewoon tussen zitten. Die gaat zo 1-0. Kan er helaas niet benutten. Maar heeft het ook nog. Nog mee door. Voor. En... wat gebeurt daar? Ik weet niet wat daar gebeurde, maar dat... zag er niet helemaal ver uit. Maar ondertussen is Leuven weer in de aanval, wat? Steeds op de powerplay. 7 probeert hem op zijn koertje weer te krijgen. Een oudere koer. Bij nummer 91 met een hele mooie paas naar de nummer 7. Die o zo gevaarlijk is, zo je weet. En dan geloof ik weer de nummer 7. Ja. Dat wordt wel heel lastig. Ik heb de info nummer 7 met de eerste kans. Yo, give me some. Dan wordt het nog een toon. Ik moest wachten een beetje of zij. En zo. Leuven. Give me something.